Informateur Martin Bierman maakte gisteren bekend dat volgens hem het CDA en de VVD het meest geschikt zijn voor een samenwerking. Maar die keuze lijkt, als de overeenkomsten worden geteld, niet op inhoud te zijn gemaakt. Want GroenLinks telde de overeenkomsten. Ziet u dat we bij de Beter voor Dordt uitkomen op een 8, Partij van de Arbeid op een 4, VVD op een 4, de belangrijke coalitiepartij heb ik net begrepen, GroenLinks op 7, CDA op 8, ChristenUnie SGP op 6, Verenigde Seniorenpartij op 8 en D66 op 4. Tel uit uw winst. Dus dan verbaast ons toch de voorgestelde eerste stap als een logisch voortvloeien uit de inhoud van wat er bij die discussies aan de orde is geweest. Het is een afweging van hoe je bestuurlijke ervaring, vertrouwen, en dat is heel erg belangrijk, in een situatie die heel moeilijk is voor alle gemeenten, dus ook voor Dordrecht, om dat vertrouwen in de kortst mogelijke tijd te krijgen en dat ook te blijven houden, als je kwesties voor je voeten krijgt geworpen die je niet had verwacht. Ik kan de redenering naar het advies, kan ik eigenlijk gewoon niet helemaal, of laat ik maar zeggen, helemaal niet volgen. Dan is het opmerkelijk dat zo'n tabelletje verschijnt. Daar ben ik het erg met u eens. Omdat ik denk dat, zeker als het gaat over veel meer thema's die van belang zijn in onze stad, en dat is niet alleen veiligheid, maar zeker ook de leefbaarheid, de bereikbaarheid van onze stad, het economisch functioneren van onze stad, dan denk ik dat daar tal van overeenkomsten zijn, zoals dat ook eerder gerefereerd is. En nu is Piet Sleking aan zet. Hij wordt de formateur en zal in gesprekken met de VVD en het CDA en misschien nog een vierde partij tot een coalitieakkoord moeten komen. Of daar de Partij van de Arbeid nog bij komt, is zeer de vraag. We moeten ook wel een beetje vertrouwen hebben in elkaar. En als ik zie wat er vanaf de eerste avond na de verkiezingen gebeurd is, dan kreeg ik een beetje het gevoel dat de Partij van de Arbeid zich bij voorbaat zelf al in de oppositie plaatsen. En dat vond ik eigenlijk niet zo handig van ze.